jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag een nieuwe episode van Live Party Games. En volgens mij is het episode 18. Vandaag is het sharpshooter op stand-off. Een lekkere connectie zie ik hier. Oh, in mijn neus. Sorry jongens. Maar in ieder geval, ik heb net al een potje gespeeld. En dat doe ik eigenlijk altijd. Ik speel altijd een paar potjes voordat ik überhaupt ga recorden. Want ik speel bijvoorbeeld heel weinig Call of Duty. Ik heb vandaag nog geen één potje Call of Duty gedaan. En dan ga ik ook niet gelijk mijn eerste potje recorden, want dat is meestal niet echt een succes. Dus ik speel eigenlijk van tevoren altijd een paar potjes om in te spelen. Heb ik net ook gedaan en ik werd net gewoon geowned door een pot pindakaas. Dat was een Nederlander die heette pot pindakaas. Die had gewonnen voor mij. Had hij echt, dat was echt goed. En het scheelde maar 10 puntjes of zo. En ja, het is kut dat ik verloren heb. Ik wou revenge, hij moest helaas weggaan, anders had hij in de video gezeten. Want dit potje recording nou dus. Maar ja, we gaan in ieder geval dit potje proberen te winnen. En hopelijk dat het wat wordt. Achter mij. Er spant iemand hier gewoon. Of ik spand hier en er staat gelijk iemand achter mij. Oké, dit is echt de time van de wereld. Fuck jou. Ik moest laden. Ik dacht dat hij mij wou zien. Dat hadden we niet gezien. Dat is een beetje lullig, maar. Oh, leuk. Snipers. Wat? Was dat mis? You gotta be kidding me. No, dan krijg ik een hitmaker. Fuck jou. Nee. En hij krijgt geen hitmaker op mij. Ga je nou zo beginnen? Dat vind ik een beetje jammer. Call of Duty, hè. Dat is zo partijdig. Wat? Oh, kut. Ah! Mijn sensitivity staat te laag om dat te doen. Wow, weer een hitmarker. Oh, jezus. Ik spawn, ik zag hem niet, dus ik zag hem veel te laat minimaal. Daarom reageerde ik ook zo laat. Want die UV is een beetje fucked up. Nou heb ik tenminste de eerste keer een one-shot one kill met deze sniper. En weer een hitmarker. Oh, god. Mijn sensitivity staat echt te laag voor sniper. Dat moet ik echt zo doen. Let's go. Dat geluid is zo random. Dat is echt een natte scheet. Oh, ik denk nou ga ik nog dood. Nee! Oh ja! Yeah. Even passend. Ik hoor iemand praten. Ik wil eigenlijk dat hij zich stilhoudt. En ik wil hem niet gaan muten. Want ik weet zeker dat ik dan dood ga. Ja, dat is eraan te komen. Ik hoor hem allemaal hijgen en gekke dingen doen. En ik weet niet waar hij aan het doen is. Maar oké, okay, whatever. We gaan dit potje winnen. Dat is wat ik ga doen. 12 van 5. KD boeit niemand iets in party games. Het gaat om het winnen. Winnen is alles wat, waar het om gaat. Dit was toevallig ook al titel van de laatste gun game op Call of the Ghost. En hopelijk dat hij kan. Nee. Er zit er één achter mij. Er zit er meerdere achter mij. Komen ze hier nou niet? Ze komen hier niet. Oh god, ik loop over tegenaan. Wow, wat? Even serieus. Ik schoot echt eerder als hem, 100%. Durf ik zelfs te wedden. Ik schoot eerder als hij. Maar maakt niet uit. We gaan eventjes... gozer afknallen en die gozer afknallen. Nou, hebben we wapens. Nou kunnen we tenminste aan het werk gaan. En net kregen we allemaal rommel. Oké, ik ben een bitch. Ik weet zeker dat ik altijd, als ik zoiets probeer, dan ga ik altijd dood. Als ik iemand opwacht, dan komt er altijd iemand op de brug of zo. Wow. Hoezo spawn fails? En iemand loopt in en daar ben ik niet heel erg blij mee. En ik heb dat points. Oh, hij staat er niet. Even kijken, dat is het nou. God, ze zitten daar. Zal ik even naartoe lopen? Ik loop hier even boven. Een F-E-L. Ah, ik dacht dat iemand achter mij zou spawnen. Maar check die punten van die goten. Wat? Nee! Ze schieten niet op mij! Of ze schieten niet op elkaar, kid! Ze gaan niet op elkaar schieten. Ze schieten juist wel op mij. Daar moet ik zeggen. Ik zei het verkeerd. Oké, fuck jou. What a bitch. Gaan ze ineens allebei op mij? Of ja, niet allebei. Eigenlijk alleen de ene kerel. Maar die andere kerel kan niet raken. Fuck jou. Dat was echt, dat was oneerlijk. Geef toe dat het oneerlijk was. Gaat hij niet op elkaar schieten? Daarom klom ik aan mijn raam. Ja, die gaan toch wel op elkaar schieten. Maar nee. Oh, hij blijft doorschieten. Wat ook heeft die vent. Misschien had ik nog een paar potjes meer in moeten spelen. Ik heb nou twee potjes ingespeeld. Nou, eentje trouwens. Niet twee. Dit is mijn tweede potje. Moet ik zo zeggen. Ik zei het verkeerd. Ik heb er één potje ingespeeld. Misschien moet ik een stuk of drie doen. Want echt lekker gaat dan is deze. Nee. Dit zie ik liever. Submachine guns. Let's go. Kom hier. Kom tevoorschijn, ik weet het bed. Oké, ik heb altijd ongeluk. Altijd. Spring ook een keer ergens naar beneden. Ik spring gewoon recht voor iemand zijn neus. Ik sta nog steeds eerst, dat is alles wat telt. Dit vind ik leuk wapen. Ik wil dit ding langer houden. Kan dat? Iemand staat 12 van 0. Die wil echt een nuclear halen of zo. Want als je echt gewoon wil winnen, dan speel je veel agressiever. Want. Ah, 12 mee. Hij is al dood. Nevermind. Ik wil zeggen, met 12 van 1 ga je niet winnen. Wauw, ik denk dit ding heeft goede hipfire, maar van dichtbij vind ik het echt zo'n mogoloscope, zoiets daar wil ik helemaal niet gebruiken. Echt een Emptar, weet je nou, hoe heet dat ding ook weer? Iron Sight? Waar zitten jullie?
Daarom. Ik ben van plan om straks eigenlijk een paar video's op rij te recorden. Dan zal het ook wat beter gaan, want ja, je gelijk eerste potje dit spel weer, dat is altijd weer irritant. Ik heb vandaag nog helemaal geen Call of Duty gedaan, heb ik volgens mij al gezegd. Maar, wow, nee, ik heb... Hoeveel geluk hebben sommige mensen gewoon? Ik heb geen één kill, anders gaat fucking bullshit. Ik zou het wel zo mee. In ieder geval, ik ga meerdere matches op rij spelen, want dan kan ik wel even beter spelen, even wennen aan het spel, weet je. En dan kan ik meer dit uploaden, want ik had gezien, ik vond het heel raar, op mijn laatste Party Games had ik meer dan 500 likes. Echt heel erg onverwachts, want ik had het zomaar voor de lols tussendoor geüpload. En jullie vonden het echt leuk, dus ik ga dit nou veel meer op mijn kanaal gewoon uploaden. En hopelijk dat jullie het gewoon leuk blijven vinden. En gewoon, het is op zich chill, je kunt het gewoon tussendoor uploaden. Ik weet niet hoe lang deze video is, dus ik hou het hier bij één match. Maar de volgende match ga ik eventjes bijhouden, hoe lang ik dat heb gedaan. Zodat ik weet of ik nou twee of één video, of één match één video moet doen. Want als je bijvoorbeeld een match hebt van 5 minuten, dan zouden we in principe twee achter elkaar kunnen plakken. Maar als een video al gelijk 7 minuten is, dan doe ik dat liever niet. Maar in ieder geval, het zit erop. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.